Goedemorgen, vandaag is het zondag en ik ga mijn bed uit. Het is fucking lekker weer. Ik heb me klaargemaakt. Het is echt zulk lekker weer. Dat is echt niet normaal. Het is volgens mij vandaag 20 graden of zo. Ik heb een jurkje aan van Zara. En deze heb ik nog nooit aangehad. Schijnt niet door. Nee, hij schijnt niet door. Ik ga nu richting Rotterdam. Want gisteren bij de Vietoort was het super gezellig met Fred. En wilden we eigenlijk nog doorgaan. Maar het was zo vroeg afgelopen. Dat je dan daarna eigenlijk dus een beetje inkakt. Want je kan er nog niet echt de stad in. Dus we dachten, laten we gewoon lekker morgen met mooi weer lekker op het terras gaan zitten. Dus ik ga zo richting Rotterdam rijden. En dan lekker heel de dag op het terras hangen. Heerlijk. Ik heb er zo'n zin in. En dit is dus de outfit of the day. De spiegel is echt super smerig. Maar goed. Jurkje dus van Zara. En tas en laarsjes van Louis Vuitton. En ik ben klaar om te gaan. Oh, ik heb geen zin om in de auto te gaan zitten eigenlijk. Dat niet. Ik stond net echt keihard in de file. En ik had echt verwacht dat het drama en ellende zou zijn in Rotterdam. Omdat vandaag de marathon in Rotterdam is. Vroeger ging ik daar trouwens altijd heen. Mijn vader is een kantoor, die zat daar boven waar de marathon werd gelopen ook. Of waar het startte volgens mij. En dan gingen we altijd daar vanuit zijn kantoor met het hele bedrijf gingen ze zeg maar dan de marathon vieren. Het was echt altijd leuk. En toen dacht ik altijd, later ga ik ooit meedoen met de marathon. En zoals jullie weten is dat er nooit van gekomen. En denk ik dat dat er ook sowieso niet van gaat komen. Maar goed, ik had dus verwacht dat het fucking druk zou zijn in de stad. Maar echt geen fucking complicaties gewoon. Alleen maar bij Schiphol was het heel druk. En hier is het hartstikke rustig. Dus dat is top. En het is echt zulk lekker weer. Echt, I love it. Love this day. Nu al. Goedemorgen. Nou schat, we gaan aan het ontbijten. Ja, lekker ontbijt met een beetje oestertje. Lekker zeg. Echt hè? Het is zo fucking heet hier. Dat is echt niet oké. Dat is niet normaal. Maar hoe lekker, mo. Dat we altijd weer vrij zijn. Oh, op de zondag. Ja. En de marathon is, daar merken we echt geen ene drol van. Nee, lekker. Kijk even in het uitzicht. Ja, dit is niet oké. De Eiffeltoren. Het is de Eiffeltoren. We hebben uitzicht op de Eiffeltoren. Ja, precies. Hoe het is lekker, zo lekker. Hè? Oh, kijk. Man. En Mickey Mouse. Mickey Mouse lekker. Is gewoon. Oh, dit is echt cute nog. Oh, lekker hè. Vrij en het is lekker. En Annemieke de Boer is lekker zich aan het uitsloven voor ons. Annemieke de Boer is. Ja, maar ze zingt mooi, maar een beetje deprimerend. Ja. Ik spreek straks over het hechtje, ja. Denk ik. Straks zijn we er klaar mee. Nee, het mag wel een beetje. Wat suggereer je? Toet erop bij water. Scoot naar me toe, toet erin. Voor jou. Ga straks aanvragen. Ja, die gaan we zo aanvragen. Oh, heerlijk. Nou, hoppa. Echt, hè? Hoeplapa. Heerlijk. Hoeplapa. We hebben hier dus live muziek van Annemieke de Boer en nu komt er iemand anders die gaat zingen. Annemieke de Boer. Fabulous. Annemieke de Boer. Oké, we gaan je even genieten. Annemieke de Boer. Heerlijk. Zing dan. Zing dit. Zing. Kan niks met die intro. Zing dan. Heel mooi, jij gaat piano spelen, maar ik moet ook zingen erbij. Ik kan wel mooi spraken, wel mooi piano spelen. Jazeker. Dat is wel waar, dat is wel mooi. Is echt mooi. Maar klaar. Ja, op een gegeven moment is het wel klaar. Het is wel een beetje een achtergrondmuziekje van de Sims van vroeger. Dan ging je een huis bouwen. Houd maar bij piano spelen. Oh, ik kan niet zo alleen piano spelen. Ja. Too many bitter tears are. Oh, nou. Nou, dit is wel wat hoor. Lekkere stem. Ik ben weer thuis. Ik heb eigenlijk heel de terugweg met Noor gebeld. Trouwens, Fred en ik hebben het vandaag fucking lekker gehad. Dat ten eerste. Maar ik keek net op zijn Instagram. En we zitten gewoon lekker heel de dag zitten we te kut met die Insta-stories. En hij post echt heel de dag door gewoon alleen maar van die gezellige Insta-stories. Dus leuk, pak je een glaasje wijn erbij. Proost je nog een keer en dat doe je dan ongeveer 20 keer. Zo kan het dus lijken alsof ik een stuk of 10 flessen wijn op heb. Want dat lijkt op die filmpjes inderdaad ook daadwerkelijk zo. Maar ik zou nooit meer drinken dan toegestaan. En er worden nu reacties geplaatst onder zo'n foto. Van dat het bizar is dat ik daarna ga rijden. Maar ik krijg sowieso trouwens vaak onder mijn video's als ik uit ben geweest. En ik ga zo, zeg maar. Als ik uit ben geweest en ik ga daarna naar huis. Dat mensen zeggen, hé, ben jij gaan rijden en bla bla.
Ik zou nooit met meer dan toegestaan achter het stuur kruipen. Echt niet. Dat vind ik echt het meest onverantwoord wat er is. Want dat je jezelf dan mag doodrijden, dat is prima. Maar dat je ook nog de kans loopt om iemand anders schade aan te, ja, aan te richten of te doen. Of hoe je dat het best verwoordt. Dat gaat er bij mij niet in. Dus ik zou dat sowieso nooit doen. Maar er was een beetje verwarring ontstaan. Dat ik natuurlijk wel leuk 20 keer in een minuut zit te proosten. Maar zeker niet. En we zijn ook niet heel de dag met z'n tweeën geweest. Er komen allemaal mensen aan je tafel. Die drinken een drankje mee. Het is niet dat je met z'n tweeën... Dan zouden we met z'n tweeën, wat is het? Een stuk of 6 flessen wijn en een paar shotjes op moeten hebben. Nee, dan zou ik überhaupt nu niet meer tegen de camera kunnen praten. Ik wil het zeker niet op mijn naam hebben staan dat ik met een drankje te veel op achter het stuur ga. Dus dat zou ik zeker niet doen. Maar dat wilde ik even ophelderen. Omdat er nogal wat onduidelijkheid over was. Ik wil vandaag even iets nieuws uitproberen. Namelijk de make-up eraser. Remove your makeup with just water. Contains one make-up eraser. Voor 1000 keer wassen. Pardon. Hoe werkt dit dan? Wassen, nat maken. Weghalen. En dan weer de... Maar alleen water dus. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga het nat maken en dan ga ik mijn gezicht ermee wassen. Ik vind het zo erg gevoel. Hè? Het werkt wel. Serieus. Hè? En dus als je het over je huid heen haalt, is het dus een beetje stroef. Zou daardoor die make-up eraf gaan? Dit is niet de meest charmante beeld. Volgens mij is mijn foundation zo er inmiddels wel af. Dit moeten we wel gewoon even zo doen, maar voor de rest is het echt wel... Ja, weg make-up. Heel snel, hoe kan dat met zo'n ding? Ik snap er niks van. Weet iemand hoe dat make-up eraser ding werkt? Ik heb hem klaargemaakt voor bed. Het is pas 10 uur. Echt vol, ik heb heel dicht op de zon gezeten. Zo lekker. Ik moet eigenlijk boodschappen doen. Maar zou de supermarkt tot 11 uur open zijn? Dat denk ik niet. Ik denk tot 10 uur. Dat hij nu net dicht is. En ik heb bijna de 300.000 abonnees. Ik zit zo. Wat is dit? Een eng licht. Ik zit nu op. Kan je het zien? Bijna 300.000. Zo spannend. Maar of de Albert Heijn nog open is. Want ik moet morgen dus best wel vroeg op. Albert Heijn. Allemaal 10 uur. Dat is wel kut. Want ik moet dus ontbijt hebben morgen. En ik weet nu echt niks. Ik heb alleen maar soep in huis. Ik vind de kookvlogs van Laura en een vriend echt zo leuk. Ik heb er zo'n fucking honger door. Het is echt vreselijk. Ik lag gewoon bad in bed. En ik zat die vlog te kijken. Die kookvlogs kreeg ik zoveel honger. Toen heb ik pizza besteld. Ik had gewoon moeten gaan slapen. Zo slecht. Nou, ik heb een heerlijke pizza party met mezelf. Superleuke sleepover. Ik lig weer altijd YouTube filmpjes te kijken. Ik moet lekker gaan slapen. Het is nu 12:30. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. Het was echt de lekkerste zondag in tijden. Doei.